Welkom bij deze nieuwe video van De Beert, campergezin Hannessen. We enjoy all pretty things in life and our worries seem disappears. When we are together, together in our motorhome, De Beert. Niet op, joh. De boom krijgt genoeg meer water, toch? Zonnepaneeltjes weer schoon? Ja, hele camping is schoon, denk ik. Hallo! Welkom bij deze nieuwe video. Bonjour, zegt Ingrid nog netjes. Ja, het ook niet echt Frans nou, want we zitten midden in een woordbreuk. De temperatuur is wel Frans, hè? Het is bloedfysiek het heet. Het was een warme dag vandaag en vandaar denk ik ook deze woordbreuk. Wij zijn terechtgekomen in het dorpje Molens. Als ik het zeg, het goed? Molinet. Oh, Molinet. Ik zeg het even niet goed. Molinet. Molens is wat anders, hè? Waar was dat ook weer? Het is een molen, toch? Ja, dat was in Spanje toen. De Molens. Maakt niet uit. We zijn in Molinet. Word ik gesouffleerd. We staan aan een uitmonding van de Loire, rivier de Loire. Prachtig plekje, gratis. Voorzieningen geloof ik 2 euro te betalen met een kaart. Maar goed, daar zijn we niet voor die voorzieningen. Nee. Prima plekje, maar ja, hey, eventjes aan een, niet alleen aan het water. We staan in het water, onder het water, overal water momenteel. 7,7 millimeter. Ja, het gaat goed een keer. Dat valt er wel mee. Gaat echt nee, dat keer. Was maar goed, verder is een prima plekje. We gaan meemaken. We openen deze vlog gewoon weer zo, zoals we altijd met doen. Van, we zien wat het ons mag brengen. Nu zitten we dus eventjes in een flinke stortbui. Die zal ook wel weer overwaaien. En dan zal ik straks wat meer laten zien van het plekje hoe en waar we staan. Want het is best wel een fijn plekje hoor. Eén nadeel, daar ligt de doorgaande weg. En daar is het water. Het water heb je minder last van. Ja, op dit water na. Maar die doorgaande weg die hoor je wel. Maar voor een overnachting, voor een doorrijdje is het weer prima. Sterker nog, we hebben straks volgers gesproken. Nederlandse. En die zijn ook op doorreis. Dus prima plekje. Toen zaten ze allemaal nog lekker onder het luifeltje. In de zon. Maar nee, in de schaduw, anders heb je luifel niet uit. Maar toen was er nog zon. Nu even niet meer. Nee. Wat een spijt weer. Nou, het gaat al iets minder. Zie je wel. Na regen komt zonneschijn. Dan kunnen we gelijk even wat meer laten zien van het plekje. En we beginnen gelijk maar hier vooraan aan de straat. Dat is tevens die doorgaande weg waar ik het eerder over had, die je best wel hoort, aangezien de campers hier direct achter staan. En wij staan gelijk op het eerste stukje hier. Daarachteraan is nog meer gelegenheid om de camper neer te zetten. Er staan er ook wat meer. Daar kom ik straks even op terug. Nou, je ziet het. Vince loopt net eventjes weg met een hengel. Die heeft hij net uitgegooid in het water daar. Waar overigens ook de bootjes aan kunnen leggen. Dat zal ik dan straks weer even laten zien. Maar ik draai eerst even hierbij. Publieke toiletten. Ze zien er niet zo heel schoon uit, zagen we net al. Containers. En een sanizuil. Ik geloof dat je hier inderdaad dan wel voor moest betalen, 2 euro, aan de hand van een creditcard. Nou ja, wij hoeven nu niet te surfen, dus het is helemaal niet nodig. Ik zal eens eventjes die kant op lopen. Want dan loop je eigenlijk via dit pad gelijk naar het informatiebord. We kunnen hier overigens mooi wandelen, langs het water op, langs dat pad daar.
Maar eerst even hierheen. Nou, wat zeg ik? Ook voor bootjes. En er komt er net eentje aangevaren. En volgens mij, als ik zo zijn sturen zie... Alhoewel, ik begin nu te twijfelen. Ik dacht dat hij even aan zou leggen. Maar voor de boten is het dus ook gelegenheid om aan te meren. Water pakken en stroom voor de bootjes. Gek genoeg dan weer. Niet voor de camper, voor zover ik weet. Geen stroom. En hier hebben we een informatiebord. Nou, dat dorpje dat gaan we later vanavond of morgen nog wel eventjes een keertje in. Mooi groen. Veel vlinders, bijen. Ook salamanders hebben we al gezien. Ja, ik zei het al, hij komt toch aanleggen. Ja. Blijft ook leuk, hè, zo'n bootje. Ja. Of hij denkt te veel bekijks, ik vaar weer door. Ja, blijft mooi. Nou, zoals ik al zei, wij staan op een van de plekjes hier vooraan. Maar als we hier even doorlopen, staan hier nog wat picknicktafels en nog zijn er nog meer plekken voor de campers. Nou, en daar sta je ook prima hoor. Fraaie plekjes. Ik zet de coördinaten voor jullie weer even links onder in beeld van deze parkvernijplaats. Maar alle respect hoor naar de schippers toe, want ik wil niet heel veel zeggen, want we stonden net zo mooi met z'n allen te kijken. Maar hij vaarde dus inderdaad weer door. Hij denkt van, ben Sinterklaas niet? Staan we allemaal op te wachten daar op die kade. Dus ik had ook zoiets van, ik was eigenlijk meer per ongeluk hier aan het filmen met Rowan en ik zag hem aankomen varen. Ja, al die mensen kwamen hier aanlopen. Ik denk dat het ook puur toeval was omdat men eventjes een avondwandelingetje ging maken naar die stortbuien van straks. Maar even alle respect naar de schippers toe, want ik vind dat met zo'n camper toch wel wat makkelijker, of niet? Ja, dat ben ik met je eens. Want ik kan me nog een tijd heugen, dat weten misschien heel veel mensen niet, maar we hebben het ook niet fanatiek gedaan. Maar we hebben ooit eens in een grijs verleden, dat kan al wel 20 jaar terug zijn geloof ik, of niet Ingrid? Ja, ik denk 20 jaar. Ja, 19, 20 jaar terug. Ja. Hebben we ook ooit eens een keer samen met mijn ouders destijds ook een boot gehuurd. Ook best wel een grote jongen, hadden we net geen vaarbewijs voor nodig, want hij bleef onder de 14,5 meter lang. En het aantal pk, weet je, ik ben geen schipper, ik heb er ook geen kennis van. Nou, ik vond dat je het aardig goed deed. Nou, corrigeer me als ik het fout, maar volgens mij, we zaten toen onder de 14, of korter dan 15 meter, we waren 14,5 meter. Dus, en we hadden een x-aantal op pk's, waardoor je dus geen vaarbewijs nodig had. Dus we hebben toen ooit eens een keer zo'n boot gehuurd in Lemmer, weet ik nog. Door Friesland gevaren. Helemaal door Friesland heen, in Urk. Oh, we zijn toch, oh, weet je. Ik ga eens kijken. Ik denk dat mijn zus die nog heeft. Die heeft die beeld nog. Wij zijn toen door de KRNM of KNMR. Ik weet niet meer. Zoiets. Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. KNRM. Ja. Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij zijn we toen van het water afgehaald. Want we zijn toen met, weet ik het windkracht hoeveel, zijn we het IJsselmeer op gaan varen. Dat hadden we al eerder gedaan. Dat ging toen goed. Maar wat bleek nou? Ergens onderweg is er schijnbaar een stuk net in de schoep destijds van de... terechtgekomen. Ja. Nou ja, goed. We hadden dus toen te weinig vermogen om over die golven heen te komen. En dus deden we... Verschrikkelijk. Zo'n beetje, dit was het, zeg maar. Ja. En ik was weer zo'n lekkere dappere lul. Ik ging gewoon voor op de boot staan met mijn cameraatje toen. Zo'n camcorder dat ik ben gaan filmen. Dus dat beeld dat ging toen over het water. Jongen, dat wil je niet weten. Oh, dat werd net zo wazig als dat ik nu weer word, zie ik wel. Wat is dat toch steeds met die camera? Nou ja, goed. Nou, voor mij heeft de camera toen ook wel niet overleefd. De beelden hebben nog wel. Ik weet niet of ze er tussen kan zetten, maar ik zal eens vragen of mijn zus die heeft en ze dan eens naar me toe kan sturen. Dan kan ik ze misschien wel even ertussen zetten. Want we zijn toen dus van het water afgehaald en uiteindelijk weer gedropt in Urk. En nou ja, goed, dat was dan wel weer heel leuk. Leuke ervaring. Voor de kinderen. Toen. Lekker wezen uit eten toen. Ja. Maar goed, nou ja. Misschien wel onverantwoord destijds. We hebben wel een herinnering. En nou ja, goed. Dus nogmaals, alle respect naar de schippers. Want plaatsjes zoeken was toen niet zo eenvoudig, weet ik nog. En nou, hier heb je toch een mooi plekje hoor. Want je kunt hier met vier... Ja, volgens mij zie ik dat goed. Ja, met vier boten. Of drie. Nee, vier. Ik zie er vier. Vier stroompunten. Ja, vier stroompunten. Je kunt er water pakken. En je kunt hier dus met vier boten kun je aanmeren, aanleggen. Ik weet niet hoe dat zegt. Als het tegen de stroom in is, maar ooit is geleerd. Ja, als Sinterklaas op de stoomboom hoor je dat natuurlijk te weten. Hè? Dan vaar je altijd eerst met de stroom mee. En dan leg je altijd aan tegen de stroom in. Dat gaat op de een of andere manier het makkelijkst. Ik weet niet, nogmaals, corrigeer me jongens als ik het niet goed heb. Maar ik vond het even leuk om te melden.
We gaan eten, want ik rook de pizza's. Dit was de boot die we destijds gehuurd hadden, met de naam Florida. Zoals straks al eerder gezegd, was het een boot van zo'n 14,5 meter lang. Het aantal pk's van de motor weet ik zo niet meer uit het hoofd, maar de boot is volgens mij zelfs vandaag de dag nog steeds te huur, dus is het vast wel ergens terug te vinden op het internet. De boot had 7 slaapplaatsen, dus voldoende voor ons, mijn ouders en de kinderen. Met wat aanpassen en de juiste instelling hadden we het met z'n allen dus eigenlijk prima op zo'n kleine ruimte. Eigenlijk net zoals nu, in de camper. Kijk hem staan dan, kapitein Iglo zelf, toen nog zonder volle baat, en Ingrid daarnaast. Dit waren trouwens ook al beelden van de eerste keer over het IJsselmeer varen, toen nog zonder storm. Ingrid hier genietend van het uitzicht over het water. Maar toen... De dag erop, terug weer over het IJsselmeer. Maar toen met iets meer windkracht waar we niet op hadden gerekend. We hebben gauw zelf de KNRM gebeld. En al gauw cirkelde er een helikopter over ons heen. Niet veel later volgden er ook diverse reddingsboten. Gelukkig wisten de reddingsboten ons vrij snel te bereiken en bleven ze met een stuk of 3 of 4 boten om ons heen varen. Op het juiste moment wisten ze bij ons aan boord te stappen. 2 man stapten vrij eenvoudig bij ons aan boord. Maar ja, het is dan ook hun werk. Terwijl de rest er keurig omheen bleef varen om een oogje in het zeil te houden. Eenmaal de situatie weer onder controle was, wisten ze ons keurig de haven van Urk weer binnen te varen. Terwijl de andere boten nog keurig op afstand mee bleven varen. Veilig terug in de haven van Urk. Met de schrik vrijgekomen. Eind goed, al goed. Ja, dat was me een heel avontuur toen. Met nog een paar jonge bekkies. Of niet, schat? Nou, dat was... Ja, dat sowieso. Jonge smultjes hadden we er nog. Ja, goed. En 25 kilo lichter of zo, geloof ik. Waarom moet je dat nou weer zeggen? Maar het is toch zo? Het zit hem toch niet in het gewicht? Ik heb nou gewoon meer om van te houden, zeg ik altijd. Het zit niet in het gewicht, maar ook dat is te zien. Ja, nou ja, jammer dan. Ik had ook 25 kilo minder aan mijn kop hangen toen, geloof ik. Nou ja, goed. We zijn inmiddels een dagje verder en het is ook weer wat beter weer. Sterker nog, er kwamen al diverse bootjes vanmorgen aanleggen. En die hebben ook gezellig op de picknickplaats doorgebracht. Die zijn nu weer weg. De campingplaats is wel helemaal vol. En komt er weer een camper? Ja, komt er weer een campertje aan en nog eentje achteraan inderdaad. Maar goed, we gaan eventjes verder wat meer van de omgeving verkennen. Want je kunt hier prachtig wandelen. En het dorpje schijnt ook wel gewoon leuk gezellig te zijn. Dus we gaan even op avontuur. Dit keer zonder storm.
Nou, zo fraai als de camperplaats is, zo saai is het dorp. Ik geloof dat het de kerk letterlijk het hoogtepunt is van het dorp. Want verder biedt het echt helemaal niets. Echt helemaal niks. Ja, één pizzeria. Wel geteld één pizzeria, zie je, geloof ik. En een postkantoor. En een schooltje en een publiek toilet. Dat dan weer wel. Dus ja, die behoefte die kun je dan wel weer aan voldoen. Nou goed. Geeft niks. Geeft zeker. Moet nog wel over zeggen. Ik had het gisteren over het feit dat die doorgaande weg die je hier nu hoort. Dat dus. Die loopt inderdaad achter de camperplaats langs. Maar de nacht was zeer rustig. Dus wij zouden hem zeker adviseren, deze camperplaats. Ja hoor, we pakken er dan ook nog rustig weer een tweede nachtje achteraan vandaag. Als ik nog wat langskomen, hè? Ja, die bootjes die langs blijven varen, dat is wel leuk. Ja, ook wel een keer. Want anders is altijd maar alleen een camper in beeld, hè? Zo'n bootje is ook leuk. Precies. Ja. Nou goed, over bootjes gesproken. Ik denk dat we nog eventjes een rondje om het water gaan. Of langs het water. Even kijken hoe het daar is. Want volgens mij kun je daar wel mooi wandelen. Voor de oplettende kijker, het is nog steeds groen om ons heen. Toch staan we op een ander plekje nou. We zijn vandaag weggereden van dat o zo fraaie plekje aan de Le Loir. Was trouwens een goede, prima camperplaats, gratis camperplaats. Waarvan overigens we nog eventjes wat Belgische mensen spraken. Zeiden van nou, het is wel wat aan het verpauperen. Het is in het verleden vele malen mooi geweest. Okay. Maar goed, het plezier aan het water gaat nog even door. Want we staan op een nieuw plekje aan het water. En daar kunnen de kinderen denk ik wel even schik hebben. Dat is echt een beetje uitdaging. Ja. Ah, daar gaan we zometeen nog wat meer van laten zien natuurlijk. Wat is het plaatsnaampje ook alweer? Ik ben hem weer vergeten. Inge gaat hem even opzoeken. Ja, maar ik ben niet zo snel. Dat maakt niet uit, klets ik de boel even vol. Want ik vond deze parkeerplaats onderweg naar, eigenlijk op de route die we willen rijden. Freno? U zegt? Freno? Eens kijken. Freno? Zitten we daar? Ik heb geen idee. Ik weet niet wat jij leest. Ja, op het bordje staat Lac de Chouf. Ja, dat is de naam van het meer. Oh. Lac du Chouf. Wat zei je? Chouf. Lac du Chouf. Ja. Ja, Lac du Chouf. Ik zit ook staan, Rohan. Aan dat meer staan we, maar ik ga even doorkletsen. We kwamen op die parkeerplaats terecht via Park Vanuit en daar las ik dat je hier de nacht mag verblijven voor €5. Nou, dat is een hele nette schappelijke prijs. Ik ben straks al even naar de receptie daar geweest. Er ligt daar verderop nog een ander stuk meer met een restaurantje erbij en snacks en weet ik dat meer. Allemaal keurig verzorgd en dan betaal je ook nog eens een keertje €4 per persoon voor het verblijf hier op het park, kun je wel noemen. Ga ik straks allemaal veel meer van laten zien nog in deze video. Maar wij betalen nu dus voor een overnachting €25. Is met 5 personen met het vertier wat je er al mee hebt eigenlijk helemaal niet zo heel erg duur. Dus ja, het valt allemaal nog wel mee, vind ik persoonlijk. Maar ja, het is wel €25. Het is €25, maar hallo. Je kunt gebruik maken van. Hè? Ik wou zeggen, ga tegenwoordig eens naar de zwembad, wat betaal je dan? En hier heb je dus zo'n van die, wat is het, zo'n drijvende wipeout. Stormbaan, wipeout, zegt Rowan al, op het water.
Vannacht blijven we trouwens hier niet staan, dat weet Inge nog niet. Heb ik net horen gekregen. Dan moeten we hier om het meer heen rijden en dan staan we aan de andere kant. Dan staan we denk ik iets rustiger nog. Dus ik vind het allemaal prima zo. Wat dat betreft. Hoe laat mogen we hier gebruik van maken? 7 uur. Tot 7 uur mag je hier blijven staan. Dan moeten we eromheen. En dan morgen tussen 10 en 11 dan moeten we het park verlaten. Tenzij we nog een nachtje eraan vast willen plakken, dan moeten we daar gewoon nog weer betalen. En dan staan we dus dan sta je nog een nachtje. Maar ik denk dat we voor een nachtje houden gewoon even lekker nog een dag waterpret. Hartstikke leuk. Het ligt wel kort aan de snelweg. Dat zagen we ook in de reviews. Hier mag je dus of de bus of de camper parkeren. Hier achter ons staat nog een campertje geparkeerd. Nou, dat ziet er al heel uitdagend uit. En aan de andere kant, die kant op, daar waar jullie dat puntdak zien, daar is het restaurant en er ligt nog een gedeelte meer achter waar de mensen gewoon zwemmen. Nou, ik ben de boel eventjes met Roland samen wat beter aan het verkennen, want ik denk dat ik me verkeerd heb laten inlichten. Die 4 euro, die betaal je om voor het verblijf op het park. Dan kun je dus gebruik maken van het zwemmeer wat jullie zojuist zagen. Maar volgens mij is dat hele, hoe noem je dat ook alweer? Dat park, wipe-out. Ja, met die stormbaan op het water, volgens mij moet je daar nog weer extra voor betalen. Dan betaal je zelfs weer voor een half uurtje betaal je. 7 euro voor een uurtje, 12 euro, et cetera, per persoon, is nog steeds niet duur, maar het komt allemaal wel weer bij de prijs op en dat was nou toch niet helemaal de bedoeling. Dus ik ben nou eens een rondje om het meer aan het lopen, want hier loopt nog weer een wandelpad. En ik heb ook geen idee waar we nu de campers moesten of moeten parkeren. Zij gaf aan, als de hekken sluiten zometeen, vanavond om 7 uur, moest ik om het meer heen rijden. Maar waar zet ik dan in vredesnaam die campers neer? Ik heb echt geen flauw idee. Dus ik ga nog eventjes op onderzoek uit. Ja, daar staan we nu, aan die kant helemaal. Daarachteraan rechts aan de zijkant. En we moeten er dan dus omheen rijden. Dat zou dus daar zijn. En dan rij je dus daar aan de overkant. Maar ja, waar we dan uitkomen? Geen idee. Met spoor en verbijster. Ik heb op Park Vanuit heb ik gisteren wat foto's gezien. En dan meen ik dat die campers hier, waar ik nu loop, tussen die bomen staan geparkeerd. Ja, en als dat het geval is, dan sta je echt niet verkeerd hoor. Dan sta je wel fraai. En volgens mij is dat het geval. Dan kun je dus hier je camper straks neerzetten. En dan kun je dus hier zo het water weer in. Dan kun je hier wel weer lekker zwemmen. Dus nou ja, geen idee. Ik zal de camera even draaien. Dan kunnen jullie het ook zien waar we dan dus... eventueel de camper neer kunnen zetten. Maar ja, het is niet heel erg vlak hier. Het is ook wat... het is geen molleveld, dat niet. Maar ik weet niet of het hard genoeg is om met de camper te gaan staan. Beetje ongelijk. Even de camera draaien. Kijk, want ik meen dat ik dus op foto's hier campers heb zien staan. Maar ja, foto's bedriegen vaak. Nee, je kan nog weer verder daarheen rijden, maar dat lijkt me toch ook niet. Geen idee. Ik denk dat ik zo nog maar even naar het barretje terugloop. En eens even gaan vragen. Ja, hier hangt ook een potje op de boom, zie ik, van verboden te zwemmen. En ook zie ik wel degelijk mensen zwemmen. Nou ja. Laat er niks aan. Beetje verwarring zo. Ik loop via deze weg terug. Kom via de andere kant weer terug bij de camper, Rowan. Nou, Ingrid komt inmiddels ook weer een beetje vragend naar me toe lopen van hoe en wat nou. Dit zou in principe de doorgang moeten zijn waar ik jullie straks die plek liet zien voor de campers. Ingrid zegt, staan daar dan ook campers nu? Ik zeg, nee, er staat geen hond. Maar het gekke is, het is eigenlijk best wel een onderschat plekje dit, want dat heb ik ook gelezen in de reviews. Het is eigenlijk heel raar dat het de park vanuit als slechts een parkeerplaats wordt aangegeven. Want je mag hier dus gewoon voor die 5 euro overnachten.
geloof niet dat er services bij zitten, wat ik heb gelezen. Het zit niet geen mogelijkheid van het legen van water of vullen van water of je toilet legen. Of stroom of dat soort dingen. Dus je moet volledig zelfvoorzienend zijn. Maar goed, daar is dan ook die 5 euro weer heel schappelijk voor. Die 4 euro voor een beetje kunnen zwemmen in het meer, vind ik dan weer, ik zeg van, oké. Nou, dan neem ik op de koop toe. Dit dan dus nog weer extra 12 euro per persoon voor een uurtje. Ja, daar is ook wat voor te zeggen, maar het is ook weer niet duur. Maar het is allemaal een beetje onduidelijk. En dat wordt ook onduidelijk op Park vanuit aangegeven. Dus vandaar hadden wij een beetje onze vraagtekens overal bij. Ik denk dat ik nu een beetje wat meer weet. Het enige wat ik nu nog wil weten, kan ik mijn camper nu al daar neerzetten? En zo ja, hoe gaan we dat dan doen? Want ik vind die doorgang daar niet heel erg joviaal voor grotere campers. Maar goed, ik heb het jullie straks laten zien. Volgens Park vanuit stond er wel degelijk een camper geparkeerd daar bij die boom. Ja. En daar sta je ook heel fraai. Ook voor de avond en de nacht. Want volgens mij heb je daar zelfs achter het meer, heb je de zonsondergang. Dus volgens mij sta je heel fraai. Maar ik, zoals ik straks al zei, denk dat ik even terugloop naar voren. En dus even vragen hoe en wat. Ze heeft het er namelijk ook over gehad van vanavond om 7 uur, dan gooi ik het hekje dicht. Andere hek open. Dus misschien kan ik pas vanaf 7 uur die kant op om met de camper te parkeren. Gaat ze allemaal eens eventjes nahoren. Nou, uiteindelijk is er alles behalve duidelijkheid gekomen. Dat hele campingcarpark moeten we maar even vergeten. Zo hebben wij deze gevonden. De eigenaresse van het gedeelte daar zegt nu van, ja, dat heeft iemand waarschijnlijk, zoals het wel vaak gebeurt, Park vanuit, is hier komen staan, heeft zijn camper erin gezet. En dat kan ook wel, maar nou, allemaal maars, moeilijk. Ik ga het nu proberen kort te houden. Wij gaan hier vannacht niet blijven staan, want ik kom daar niet eens omheen. Dit is te smalle doorgang, te lage takken, te lage dikke takken zelfs. Een poort die half open staat waar ik niet doorheen kom met de camper. Dus wij gaan hier niet blijven staan. Ja, dan mag je hier op een parkeerplaats staan, maar dit is gewoon een vrije parkeerplaats en daar ga ik niet voor betalen. Met alle respect. We gaan eens even kijken wat we gaan doen, maar ik denk dat wij nog even een ander plekje voor de nacht gaan opzoeken. Hoe gek ook, hoe onduidelijk ook, maar het is voor ons net zo onduidelijk nu als dat het verhaal was. Want je betaalt dus eigenlijk gewoon, zodra je hier de trein op rijdt, betaal je 4 euro per persoon. En dan kun je eigenlijk alleen maar op het trein zijn, maar wil je daar gaan zwemmen, moet je 12 euro betalen. Wil je gebruik maken van een waterfiets, moet je weer extra betalen. Dus het is allemaal een beetje onduidelijk. Dus ja, mooie plek. Wij gaan ook niet zeggen of jullie hier wel of niet naartoe moeten gaan. Want nogmaals, het is een hele mooie plek. Maar let gewoon goed op van tevoren waar je nou voor betaalt en hoe en wat nou. Want ja, onze jongens, met alle respect, zijn een beetje te groot om in het meer daar tussen al die peuters en de kleuters te gaan zwemmen in het ondiepe gedeelte. Daar gaan we geen 4 euro voor betalen. Dat vinden wij dan zonde. Dus we hebben ook netjes het geld teruggekregen. Dat moeten we ook gewoon weer netjes even aangeven. En die kunnen we nu eventueel hier gaan besteden. Want dit waterpark blijkt dus weer een heel ander concept te zijn. En van een heel andere eigenaar. Als we waar we net hebben betaald. Dus ja, weet je, we hebben de camper nu geparkeerd. Misschien dat die jongens wel eventjes hier op het aquapark gaan. En dan gaan we gewoon voor de nacht een ander plekje zoeken. Hebben ze toch nog een beetje plezier gehad. In, op, om en onder water. Nou, en we voegen daad bij het woord. Want de jongens gaan inderdaad nog eventjes gebruik maken van de stormbaan op het water. Nou, veel plezier jongens! Nou, die hebben nog wel eventjes een uurtje schik met z'n drieën, denk ik maar zo. Vanavond zijn ze helemaal wrak, denk ik. Daar ga ik dan vanuit. Het is best pittig hoor, het valt echt poel. Nou, daarom ben ik ook niet mee. Hey.
Nou, allemaal moe, maar voldaan volgens mij. Volgens mij hebben jullie wel schik gehad op het water, of niet? Morgen of vanmiddag. Ja, zeker. We zaten net nog even wat filmpjes terug te kijken. Ja, toch. Ik weet niet of jullie het in de beelden zagen, maar Roel maakte een smakkerd. Vanaf, wat was dat ook alweer? Een slinger. Vanaf zo'n swing. En dan moest je jezelf vasthouden. Ja. En dan moest je zo het water in. Alleen Ron die nam een sprongetje erbij. Dus die klapte. Die klapte af. Ja, vol op je maal zou ik haar zeggen. Nou goed. En nou, die andere is ook wel leuk. Dat je werd gelanceerd of in. Nou, die zet hem nog even. Nog één keertje dan. Komt hij nog één keer? Nou, daarna hebben we de avond afgesloten bij de Burger King. Ja, dat was volgens mij wel eventjes een topdag voor de jongens zo. Was helemaal top, joh. Helemaal top, joh. En nu nog even gevoetbald. En net nog even gevoetbald. Kortom, een dag vol pret en schik. Zowel op, in, als onder en naast het water, noem het dan maar op. Nou goed. Ik hoop dat jullie ook een schik hebben gehad bij het bekijken van deze video. Vond je de video leuk? Geef dan weer het bekende duimpje. Leuke reacties zijn altijd welkom. Abonneer even op dit kanaal, want er kunnen nog veel meer abonnees bij. En nou ja, goed, wij gaan zometeen nog een afzakketje, weet ik het wat. Misschien nog een spelletje, denk ik niet. Deon zit op de PlayStation. Ik ben deze video voor jullie aan het editen. Ingrid zit even lekker in rust. En wij zeggen gewoon weer lekker. Tot de volgende! When we are together. Together in our motorhome, the beer.